De president die heeft er bij de verslezing aangegeven dat de financieel-economische crisis voorbij is en er is nu sprake van financieel-economische stabiliteit. Klopt dat? Berust dat allemaal op waarheid? Dat vroegen wij aan VHP-parlementariër Mahinder Joggi, die er ook als volgt hierop reageerde. Verder confronteerden wij Joggi met de uitlatingen welke zijn gedaan door gewezen vicepresident Ashwin Adin. Kijkt u, het is afhankelijk van waar je staat en hoe je dat bekijkt. En de president heeft natuurlijk zijn reden om dat te zeggen. En ik ondersteun datgene wat de president heeft gezegd. Ik deel de mening. En laat mij u aangeven waarom. Voor de verkiezing en voor het aantreden van deze regering en ook enkele maanden na het aantreden van de regering hebben wij gezien wat de situatie was in het land. Hebben wij gezien hoe de situatie is ontstaan. En daarom zeg ik enkele maanden na het aantreden van deze regering is de regering zich bezig gaan houden om het verschijnsel wat zich aandiende grondig te bestuderen en daarop beleid los te laten en antwoord te formuleren. En het heeft tijd geduurd. Deze regering zit al bijkans 18 maanden. Maar u ziet inderdaad dat de koers al een aantal maanden losgelaten is en dat de koers stabiel is. U ziet dat de monetaire reserve bij de centrale bank aan het toenemen is. U ziet dat een deel van de kasreserve, welke door de vorige regering was gebruikt, gestolen van die samenleving, dat een deel van de kasreserve ook terug is betaald aan de lokale banken. Er bestond enorm veel gevaar dat de banken overkop zouden gaan. U ziet dat het is gelukt om de 80 miljoen, die 84 miljoen, welke meneer Hoefdraad had genomen van het IMF onder de toezegging dat een IMF-programma zou worden uitgevoerd, dat ook die 80 miljoen is betaald uit eigen besparing, uit eigen inspanningen. U hebt gezien dat recent op 29 december, woensdag 29 december 2021, het parlement heeft goedgekeurd de wijziging van de wet op de loonbelasting en de wijziging van de wet op de inkomstenbelasting. Wat betekent dus dat met de korting die wordt gegeven, belastingskorting die wordt gegeven, door wijziging van deze twee wetten, de staat bijkans 400 miljoen ietsje meer op jaarbasis gaat ontberen aan inkomsten. Maar dat toch de regering dat heeft gedaan. Getuigd dus inderdaad met al de zaken die ik opgenoemd heb, dat er enige rust is op het monetaire vlak, op het financiële vlak. Laten we eerlijk zijn. En dat het leven van alle dag nog duur is, dat de prijzen in de winkels erg hoog zijn, dat mensen nog niet uitkomen in een mate waarin zij moeten uitkomen, dagelijks met het geld dat ze in handen krijgen. Dat is een feit. Daar maken we geen bochten om. Dat is waar. Maar u ziet dus dat de inspanning van de regering om de zaak te bestuderen, om beleid daarop los te laten en beleid te voeren, te vertalen, vruchten heeft afgeworpen. Dat wij vandaag in zee gaan met het IMF is het geloof dat de regering zelf heeft. Het geloof dat de regering zelf heeft om inderdaad, zoals beloofd, het land uit de crisis te halen. En dat zonder het IMF de regering reeds op eigen gezag een aantal maatregelen heeft doorgevoerd en uitgevoerd. Deze daad van durf en moed en het vertrouwen dat de regering zelf heeft om het land uit de crisis te halen, nu met ondersteuning van het IMF, zijn zaken die
indiceren en aangeven en doen aannemen en onderbouwen wat de president gisteren in zijn jaarrede bij het 50-jarig bestaan van de VES heeft aangegeven. Nogmaals, wij als samenleving voelen dit nog niet in onze broekzak. Wij als samenleving zien dit nog niet in de keuken. Wij als samenleving merken dit nog niet wanneer we op school moeten gaan en zijn met onze kinderen en schoeisel en kleren moeten kopen. Maar dat proces komt ook. Je moet eerst orde op zaken stellen. Toch? En ook heeft de president aangegeven dat de schulden die zijn gemaakt door de vorige regering, ook daar reeds een herschikking is. Die 4 miljard ongeveer, US dollars, toch? Maal 20, 80 miljard SRD schuld. Dat ook daar de regering voor een korte termijn reeds een oplossing heeft. En dat er daar ook op beleid wordt losgelaten. Dus er worden vorderingen gemaakt. Er worden vorderingen gemaakt. Alles kan niet in één keer gebeuren. Keulen en Aken zijn niet op één dag gebouwd. Maar wij vragen die samenleving om nog een beetje geduld te hebben. Temetak Sanso, Sumau Arki, de Mautak Jogje Klets. Maar u ziet dat die vorderingen gemaakt worden. U ziet dat die inspanning gepleegd wordt. En u ziet dat het lukt om dingen in orde te krijgen. En het gaat ook lukken. Want ik klaag ook. Die prijs van urium van 1200 is te veel. Toch? Als u een ton urium kunt kopen voor 650 US dollars. En u betaalt 40 US dollars per ton aan havenkosten. En u betaalt nog wat logistieke kosten. Dan zou u niet hoger moeten komen dan een 800 US dollar per ton. Betekent dus dat een baal urium voor 40 SRD, 40 US dollars te koop aangeboden zou kunnen worden. Maal 20 is 800, maal 21, maal 22, 850 SRD per baal. En nu verkoopt meneer Mangali dat voor 1200 SRD. Dus ik ben ook niet te spreken over die prijs. Ik ben ook niet te spreken over de prijs van inputs in die landbouwsector, maar ook de prijs van alle andere zaken in de winkels waarmee het volk vecht. Maar wanneer die koers stabiel is, is er hoop met al die maatregelen die gelukt zijn tot nu toe, dat die koers ook langzaam naar beneden zal gaan. En wij importeren erg veel in dit land. Wij importeren erg veel in dit land. En de koers zal langzaam ook naar beneden gebracht moeten worden, zodat inderdaad wij dat merken aan de prijzen in de winkels. Maar ook het beleid op het ministerie, ik zeg dat voor de zoveelste keer tot irritatie misschien, ook het beleid op het ministerie van Economische Zaken geeft aanleiding om dat nader te bespreken en te kijken. En de president moet het mes erin zetten. Hij moet niet bang zijn. Hij moet niet te veel rekening houden. Want controle op de import, dat kan. De douane heeft alle cijfers en alle documenten. De importeur heeft dat. En op basis van hoeveel winst je mag maken, wat de logistieke kosten zijn, wat het totaalplaatje is, moet ook kunnen aangeven van luister, een liter spijsolie van merk X moet niet meer dan dat kosten. Een kilo aardappel of een kilo suiker moet niet meer dan dat kosten. Dat moet de controle en de analyse van de prijzen ons uitwijzen. En het ministerie van Economische Zaken moet in staat zijn inderdaad om controle uit te oefenen. Anders heeft het ook geen zin. Dus ik ondersteun en onderstreep wat de president heeft gezegd, dat we in zekere mate inderdaad die stabiliteit hebben bereikt. De president heeft niet gezegd dat we er al zijn. Dat heeft de president niet gezegd. Toch? En langzaam maar zeker gaan wij uit die dal komen. Heer Jogi, dit legde wij ook voor aan gewezen vicepresident Ashwinadeen. En hij zegt dat de vicepresident zaken bekijkt vanuit een ivoren toren.
en dat deze financieel-economische stabiliteit alleen voor hem geldt, zijn friends and family, en voor deze regering alleen, maar niet voor het volk. Als meneer Adin vindt dat meneer Santokhi vanuit een ivoren toren dat bekijkt, dan kan dat. Het is zijn mening. Maar in elk geval bekijken wij het niet vanuit de toren van financiën. Van welke toren zij 10 jaar lang dit land hebben vernietigd. Wij bekijken het niet uit de toren van financiën. En meneer Adin moet de laatste man zijn. Meneer Adin moet de laatste man zijn die moet praten. Hij moet heel eerlijk zijn naar zichzelf. En hij moet aan zichzelf vragen wat zijn bijdrage is geweest aan de vernietiging van dit land. En of hij bewust was en doordrongen was welke handelingen hij pleegde en in welke problemen hij dit land en dit volk gooide toen hij bezig was. Toen hij bezig was met Chotelal, toen hij bezig was met de kasreserve, toen hij bezig was met die leningen samen met Hoefdraad en Bouterse. Waar was het verstand van meneer Adin toen? Dus het is makkelijk om te praten voor Adin, maar laat Adin ook met die oplossingsmodellen komen. Laat Adin ook vertellen waar de koers vandaag zou zijn als zijn regering door zou zijn gegaan. Als zijn regering door zou zijn gegaan, zou de dollar vandaag ongeveer 200 SRD kosten. Zouden wij voor 1 US dollar 200 SRD moeten betalen. Laat meneer Adin dat ook zeggen. Toch? Laat hij rustig blijven. Pardon. De heer Adin die geeft aan, heer Jogi, dat waarop deze regering in feite verder voortborduurt of verder vaart, zijn in feite wat de regering Bouterse Adin, wat zij hebben gedaan, daarop vaart deze regering verder. Adin heeft gelijk. Hun regering heeft de vernietiging ingezet. Hun regering heeft de vernietiging tot deze proportie gebracht. En inderdaad varen wij daarop. Het hele beleid van de regering is erop gericht om het verschroeid land dat Bouterse en Adin hebben achtergelaten, om dat weer vruchtbaar te maken. Het hele beleid van deze regering is erop gestoeld om die hele financiële economische crisis welke Adin en Bouterse hebben veroorzaakt, samen met Hoefdraad, om dat op te lossen. De hele focus van deze regering is erop gericht om die armoede, die chronische armoede, waarin Adin en Bouterse dit volk hebben geworpen, om daarop afdoend antwoord te vinden. Daarmee is die regering bezig. Inderdaad is die regering bezig, ja, om te werken en daarop te stoelen en te rusten datgene wat deze mensen hebben kapot gemaakt en hebben vernietigd in dat land. Stelt u zich voor, als we als regering, als coalitie, ons niet daarop zouden focussen. Hoe zou dan het herstel komen? Hoe zouden we kunnen besparen? Hoe zouden we de kasreserve dan terugbetalen voor een deel? Hoe zouden we 80 miljoen van IMF betalen? Hoe zouden we dan de monetaire reserve bij de centrale bank kunnen verhogen tot wat het vandaag is? Toen meneer Adin wegging, was het negatief 62 miljoen onze monetaire reserve. Laat hij even lezen in de presentaties van de centrale bank hoeveel de monetaire reserve vandaag is. Dus laat hij rustig zijn 24, 25 februari mobilisatie op gang brengen. Laat ze doorgaan met die misleiding van die samenleving. Het volk weet wat waar is en wat niet waar is. Nogmaals, wij schuiven niet onder stoelen of banken. Er zijn genoeg problemen in dit land. Het volk heeft nog genoeg problemen. Maar die regering is daar en werkt geschadigd eraan om de problemen op te lossen.